We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. S'avonds is het over het algemeen droog. In het kustgebied, in het zuiden van Suriname, kunnen buien optreden, mogelijk vergezeld van onweer. Tegen het einde van de nacht kunnen plaatselijk nevel of mist ontstaan. Gedurende de dag blijft het kustgebied over het algemeen droog, maar op enkele locaties in de districten kunnen er wel kortdurende lichte buien voorkomen. Helemaal ten zuiden van Suriname worden lichte tot mogelijk matige buien verwacht, vergezeld van onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen winderig is in het kustgebied en het weer heilig zal zijn.